Voorzitter Johan Verweij blijft positief over de Tielse Eendracht-combinatie als het gaat om hoe de club met corona omgaat. TSC is volop in beweging. Coronatijd is natuurlijk een hele beroerde tijd, maar we willen uiteindelijk toch positief in de lucht blijven. We hebben voldoende vrijwilligers die hebben gezegd, we hebben nog heel veel aan het sportpark te renoveren. We zijn ook bezig nog steeds met grotere investeringen om het sportpark te doen. Om toch te laten zien dat we geloven in de toekomst, in een nieuwe toekomst. Intussen is er gerealiseerd dat we ledverlichting hebben gekregen op onze trainingsvelden. Intussen zijn we ook blij met een gigantisch mooi scorebord van 5x4 in de ledverlichting. Die door Pieter Stambeheer is geschonken aan de vereniging. Het nieuwe scorebord biedt voor de club allerlei nieuwe mogelijkheden. Als dank gaat de vereniging een geldinzamelingsactie via haar website houden in de strijd tegen ALS. Het is lastig voor de voetballers om op conditie te blijven. Maar men doet zo goed en zo kwaad als het gaat er alles aan. De leden die boven de 18 zijn, ja, die kunnen helaas niet sporten. Iedereen snapt dat je in groepjes van 2 met een begeleider, dat helaas nog niet mogelijk is. Het eerste elftal, dat is nu nog wel weer in training, zeg maar. Maar iedereen weet, ja, de lockdown is nu weer 3 weken uitgesteld. Maar we willen toch een beetje op conditie blijven. De kans op voetballen wordt dan natuurlijk wel steeds kleiner. Maar uiteindelijk willen we wel, op het moment dat het wel kan, willen we wel proberen of we inderdaad nog deze competitie nog een aantal wedstrijden misschien, hetzij vriendschappelijk, of om het echt hier toch nog mogen voetballen. Je ziet dat iedereen toch weer blij is dat we die wei in kunnen. En dan heb je toch een klein beetje weer de sociale contacten en de binding met alles onder de 18. Ja, en het zou mooi zijn als we straks weer inderdaad zover kunnen zijn dat boven de 18 ook weer lekker de wei in kan. Ook in financieel opzicht is Verweij positief. Ondanks het missen van de opbrengst uit de kaartverkoop van toeschouwers en omzet uit de kantine. Maar wij mogen uiteindelijk niet klagen. We hebben nog ook gezien dat in deze tijd er ook zo'n hoogheid is ontstaan. Vrijwilligers die gewoon iets extra's willen doen. We hebben toch ook nog nieuwe sponsors weten te verwelkomen. Dus iedereen gelooft nog wel dat ook uiteindelijk er iets moois gaat ontstaan.